Ik regisseer opera's, maar ik regisseer ook muziektheatervoorstellingen. Dus deze voorstelling past daar goed bij. Het wijkt wel af omdat ik meestal met zangers en bewegers werk. En hier zijn het muzici. Het is niet de eerste keer dat ik dat doe, maar het is altijd wel een enorme uitdaging. En gewoon heel interessant om te kijken wat zijn de mogelijkheden van de muzici. En hoe kan ik eigenlijk de concentratie dat zij hebben als ze spelen, dat is wat mij heel erg interesseert. Hoe kan ik die vertalen naar een theatrale handeling? ...27 mei is een heel bijzonder concert met stukken die niet vaak gespeeld worden en die op een manier gebracht worden die wij nog niet zo goed kennen, geënsceneerd. Dus er is een regisseur bij betrokken en die zet de muzici niet alleen als muzici in, maar ook in een ensenering. En het voegt dus iets van diepte toe, spanning. Het wordt heel mooi, denk ik. Ik denk dat het interessant is om te zien hoe muzici dus zonder instrument samen een nieuwe balans vinden op het podium. Een andere balans vinden op het podium. Omdat ze ja, letterlijk van hun instrument los zijn. We spelen eerst een pianostuk van Cage. Het wordt gespeeld door Ralph van Raat, heet In a Landscape. En daarna komt het orkest met Central Park in the Dark van Ives. En we eindigen met de eerste symfonie van Hartman. Zowel Cage als Ives als Hartman, het zijn echt prachtige stukken. Het zijn stukken die heel mooi bij elkaar gekozen zijn, omdat ze niet zozeer bij elkaar horen. Maar als je ze achter elkaar hoort, krijg je een zeer specifieke gevoel. Ik voornamelijk de overgang van Cage, wat bijna een soort van Debussy postromantische stuk is, naar Ives, wat ook nog een beetje in de romantiek gegrond ligt, en dan naar Hartman, wat dat donkere van de 20e eeuw, dat pessimistische van de 20e eeuw eigenlijk al in zich heeft. De combinatie van de drie raakt een hele mooie historische overzicht. Misschien van de eerste helft van de 20e eeuw, maar voornamelijk een soort van emotionele overzicht. Eigenlijk is het een experiment. Ik heb niet het idee dat dit eerder is gedaan. Dus we proberen ook iets nieuws. Het kan ook misschien verkeerd uitpakken. Maar we willen proberen een nieuwe dimensie of iets extra's aan de muziek te geven. De eerste laag is dus de muziek zelf. De tweede laag is de visuele laag dat ik toevoeg boven het toneel. En dan de derde laag is de laag wat het op het toneel gebeurt. Dat zijn we dus nu ter plekke aan het creëren. Natuurlijk heb ik ideeën van welke kant het op moet gaan, maar ik moet het gewoon met de muzici verschillende dingen proberen om te kijken wat voelt goed en wat voelt niet goed. Dat ligt in hele simpele dingen. Gewoon op het toneel staan en alleen maar naar elkaar kijken heeft een bepaalde concentratiekleur en die moet passen in de muziek en in de beelden die er aan toegevoegd worden. Dus daar blijven we hier in de repetities zoeken naar wat en hoe. Wees bewust van alles wat om je heen gebeurt. Maar stel naar binnen. Dus niet stel, doe je handeling voor jezelf. Alles naar binnen. Heel introvert. Het thema van de voorstelling is het idee van de nazistaat. Een staat die zichzelf defineert aan de hand van een nationaal symbool, een vlag bijvoorbeeld. Waardoor eigenlijk de identiteit wordt gedefinieerd aan een externe factor. Aan iets die in mijn ogen niet persoonlijk is, maar symbolisch is. En alles wat van buitenaf naar de groep kijkt, wordt meteen gezien als bedreiging. En daardoor ontstaan andere nazistaten en daardoor ontstaan ook nationale spanningen, wat vaak gewoon ook tot oorlog leidt. Dat is ook iets wat ik in Europa, maar wereldwijd zie gebeuren. Dat zien we zowel in Nederland, maar nu ook in Amerika, Rusland, Midden-Oosten. Overal zien we alle landen kijken meer en meer naar binnen, worden xenofober. En daar
gaat het stuk van Hartman over. Zijn verzoek aan Requiem. Dat probeert hij eigenlijk een Requiem te schrijven over het verdriet van de eerste kwart van de 20e eeuw en de opkomst van nationalisme. En dat probeer ik in deze voorstelling eigenlijk door middel van beelden een reflectie daarop te geven.